Het leven van Gabrielle Bossis lijkt maar echt te beginnen op haar 49ste. Als alleenstaande dame van rijke komaf vult ze haar dagen met paardrijden, schilderen, beeldhouwen, zingen, piano spelen en catechese geven. Maar in 1923 roept de pastoor haar in een vlaag van ontmoediging bij zich. De toneeltjes die ik wilde laten opvoeren door de jongeren van de parochie zijn echt belachelijk. Schrijft u er een voor mij. De volgende 25 jaar zal ze grappige en bemoedigende sketches opvoeren in de parochiezalen van Frankrijk, Italië, Noord-Afrika, Canada en Palestina. Er is zo weinig vertier voor jongeren in die tijd. Gabrielle schrijft de stukken, ze maakt decors en kostuums, ze regisseert jonge amateuracteurs en ze speelt de hoofdrol. Ze heeft succes als comedienne. Ze leeft uit haar koffers en slaapt in stations als het moet. Het is meer dan een professionele passie. Gabrielle beleeft het als een apostolaat, een dienst aan de verspreiding van goddelijke vreugde. Na de communie. Herinner je dat je vreugde moet brengen? Besef je niet dat dat je zending is? Schep gelegenheden voor geluk. Wees de geest van vreugde. Dat kunnen we lezen in haar spirituele dagboek. Ze begint te schrijven als ze 62 is en op weg naar Canada voor een tournee. Aan boord van de pakketboot Île-de-France. Om 3:30 waren reddingsoefeningen. Je moet de boei hoog onder je armen houden. Met zijn 3 waterdichte wanden doet het schip er 6 uur over om te zinken. Tijd om te biechten, een hymne te zingen en je mooiste jurk aan te trekken om voor de bruidegom te verschijnen. Ik zal mijn lange blauwe met glitters kiezen, die bij de oceaan past. Zoals vroeger zei hij tegen mij, mijn kleine meid. Zo begint de tweede roeping van Gabrielle. Luisteren en noteren wat de innerlijke stem haar ingeeft. Als ze niet op reis is, schrijft ze in de kerk van haar dorp, waar ze elke donderdag een uur in gebed doorbrengt. In de kerk van Frijne. Ik heb jou uitgekozen om te getuigen hoe eenvoudig en vreugdevol het leven van de liefde is. De taal van de liefde. Het gesprek van de liefde. In mij de veel geliefde zien, daarin is alles gelegen. 10 schriftjes zal ze vullen, tot aan haar dood 14 jaar later. Als met een huwelijkspartner deelt ze haar diepste verlangen en haar dagelijkse zorgen. In de coulissen van het theater vond ik een van mijn spullen niet. Ik dacht, nooit heb ik wat ik nodig heb. Hij? Je hebt alleen je hart nodig om van mij te houden. In de trein naar Parijs. Als je eenvoudig met mij zal leven, als met een onzichtbare maar altijd aanwezige vriend, dan zal je een stap gezet hebben. Station Saint-Lazare. Een klein meisje zei tegen haar vader, geef me een hand. Zeg me dat vaak. Ik bekloeg me erover dat ik elke dag hetzelfde te doen heb. Post, reizen, bezoeken. Voor mij is het altijd nieuw als je van mij houdt. Hou van je cel, je kamer, als je thuis bent. Van je hart als je in de menigte bent. Ik ben er. Wachtend op de trein in het station van Nice, tussen mijn bagage, bad ik dat zijn rijk zou komen. In jouw hart neem ik mijn toevlucht. Je bent de enige op dit perron die bidt. In Gabrielle's dialogen komt Jezus Christus concreet nabij. Dat roept twijfels op bij veel mensen. Ook bij christenen.
Heeft ze dat echt zo gehoord? Is het wel Jezus? Is het geen fantasie? Tot aan het einde van haar leven heeft Gabrielle zelf momenten van diepe twijfel gekend. Interessant voor ons is dat ze die twijfel niet verbergt. Keer op keer spant Christus zich in om haar en ons te bevestigen en te bemoedigen. Je twijfelt soms dat ik het ben die met je spreekt. Zo eenvoudig lijkt het en van jezelf. Maar jij en ik zijn wij niet één. Hij geeft ook verrassend gebedsadvies. Op het terras. Twijfel je dat ik het ben? Doe alsof ik het echt ben. Doen alsof. Niet om ons te verbeelden wat niet zo is, maar om meer en meer te beleven wat altijd al zo was, dat Christus onze diepste natuur is en verlangt naar communicatie. Hoe intiem de dialogen van Gabrielle met haar veelgeliefde ook zijn, ze zijn niet voor haar alleen bestemd. Ik spreek niet voor één iemand, hoewel die ene me even lief is als alle. Mijn vlammen zullen zich verspreiden met de snelheid van een prairievuur, van naaste, tot aan het uiteinde van de aarde. Slechts als ik kan rusten in de rust van alle zielen, zal mijn taak als redder erop zitten.